Onze studenten groeien op in een digitale wereld waarin veel niet is wat het lijkt. Vaak is het voor ons als docenten lastig om gesprekken en discussies in de juiste banen te leiden. Vooral wanneer de mondige leerling spreekt vanuit zijn eigen leefwereld en informatie. Hoe ga je het gesprek aan met studenten die niet altijd beschikken over de juiste vaardigheden om onjuiste informatie te herkennen? En waar let je op bij het aangaan van dit gesprek? Het allerbelangrijkste voor je een gesprek aangaat, is dat er sprake is van een veilige en vertrouwde omgeving. Door met elkaar groepsregels op te stellen, creëer je zo'n omgeving waarin de student zijn mening durft te delen, zonder dat hij gelijk een waardeoordeel aan verbonden wordt. Denk hierbij aan regels zoals laat elkaar uitpraten en heb respect voor elkaars mening, ook wanneer deze afwijkt van die van jou. Daarnaast kunnen gesprekstechnieken zorgen voor een positief verloop van het gesprek. Denk hierbij aan de meest gebruikte gesprekstechniek LSD. Luisteren, samenvatten en doorvragen. Door middel van deze techniek kun je complexe onderwerpen duidelijker maken en laat je ook merken dat je actief luistert. Met aandacht en oprechte interesse kun je ervoor zorgen dat je het optimale uit het gesprek kunt halen. Let hierbij wel op je non-verbale houding. Ondersteunt die de woorden die je uitspreekt? Bij samenvatten herhaal je kort de boodschap die van de ander hoort. Zo breng je structuur aan in het gesprek en check je of je de boodschap goed hebt begrepen. Zo voorkom je namelijk miscommunicatie. Doorvragen helpt om tot de kern te komen en de boodschap zo te verduidelijken. Naast de LSD-methode kunnen ook de technieken Nivea, niet invullen voor een ander en Anna, altijd navragen, nooit aannemen een goede ondersteuning zijn. De bril waardoor je kijkt bepaalt de wereld die je ziet. We zijn vaak snel geneigd om aan onze waarneming een oordeel te koppelen. Probeer hier waakzaam op te zijn en de studenten te stimuleren om zonder oordeel mening en advies te luisteren naar elkaar. Kortom, ga oprecht en open het gesprek met de studenten aan.